waters of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remember Brugge. Boniem is voor iedereen, is voor allemaal. En daarom eren wij Bobby Farrell. Dat is onze show voor Bobby. Peace. Yeah. Wel, vanavond hebben wij het volk gehad dat wij in jaren niet meer gezien hebben op de macht. Wellicht ook door de weersomstandigheden die meevielen. Wij waren hadden een beetje gemengde gevoelens in die zin dat wij toch de inkomprijs van 1 euro al de voorgaande jaren naar 2 euro hebben gebracht. Maar het is nog erger of de mensen hebben vastgesteld, ja, voor 2 euro gaan we wel meer krijgen dan de voorgaande jaren. Nee, een geintje hoor. Maar veel hangt af van je programmatie natuurlijk. En ik denk dat wij vanavond een schot in de roos hadden met Bonnie M. Waar je dan een publiek aantrekt toch, van in die jaren van de echte Bonnie M. En Goega, ja, dat kan niet. Goega kan niet stukken. Wat mogen we nog verwachten? Morgen? Morgen is de derde dag is altijd gratis. En dan hebben wij sinds jaren het klassieke programma van HSK, ons huisorkest haast, sinds jaren. Vooraf gegaan door Le Grand Juliot om ambiance te brengen in het publiek. En geven wij ook altijd de kans aan een Brugse artiest of zo, of zanger die zich hier eens mag uitleven voor het grote publiek, als ik het zo mag noemen. En dat is morgen Udi Meins. En top of the bill morgenavond is altijd afsluiten met Vlaanderen Zingt, hè, waar we dan Nico Blond ook hebben, die zijn koor dirigeert. En iedereen kan zich morgen uitladen. En hopelijk is het ook weer mooi weer. Ja. En volgend jaar een nieuwe editie? Ja, tuurlijk. Ja. Oh, hij komt bent! Dat is super goed, hè? Dat heb niet het. Nee, het is wel. Dat is al de tweede keer dat hier komen en direct los op bij kloten. Vertel. Ah, maar ja. Je moet hier afzoeken voor die box. En voor dat bier te zijn, maar palm. Muziek is niet slecht, hè. Ja, ho.
En dan zo'n volken zien. Wat ik zei, het is hier al volk dat voor de club is. Het is wow, ja. En jij bent voor de Cerclub? Ah, maar ja, voor de Cerclub. Ja, het zal wel zien. Eén keer groen, altijd groen. Hè. Ja, zeg, het zal wel zien, zie je. Ja, zeg, doe ik die lamp uit? Hier in Brugge ging echt door het dak. Uw reactie? dus ik zou direct naar een metser bellen of zo, om dat dak te laten repareren. Het was de max. Het was van seconde 1 toen ik het podium had. Maar ja, soms zei ze van, het is zo, ik had een goede avond tegemoet. En dat was de max. De ontvangst was ongelooflijk. Ja. Uw repertoire is heel breed. Hoe is dat gegroeid? Gegroeid, een beetje. Het zijn allemaal gasten dat ik wel leuk vind, of dat ik in een band mee heb, of dat ik in de auto zing of in een douche zing, of graag naartoe luister. En er is ook een mix van, zoals ik in de show ook zeg, van een aantal nieuwe nummers, die worden dan ook door de drummer, die zowat een MC is, die zowat het orkest leidt, dat maar zijn, aangeraden. En op die manier komt dan een toffe mix van oud en nieuw, en internationaal en Vlaams. Maar sorry. Ja, de stem is niet meer dat, maar bon, dat recupereert vrij rap. Een theatertour zit er ook in binnenkort? Ja. Vertel. Vanaf oktober is dat. Dus vanaf september hebben we een aantal try-outs. En vanaf oktober gaan we de culturele centra in. Met dezelfde bezetting, maar niet met dezelfde nummers. Dus ik ga in de culturele centra iets rustiger te werk gaan. Weliswaar een aantal van de succesnummers, gaat maar zeggen, van de Rabbi Duca-tournee moeten er, kunnen niet ontbreken. Dus, maar ik ben nu al aan het nadenken over de volgorde van het theater, zo, welke nummers. Maar ook daar weer zijn er nummers dat ik graag naartoe luister. Ik luister graag naar rustige muziek ook. Kom je terug naar Brugge? Alles maar voor naar de voetbal te zien of voor een keer te padellen, want er is nu een nieuwe padelclub van Tom de Sutter die geopend is. Daarvoor zou ik alleen al naar Brugge komen. Was er warm in de rug? Ik zag naast de liggen. Ik verlangde zo naar jou, hier aan het zee. Jij denkt nog steeds, hoe het was geweest. Toen je naast me zat, hier aan het land. Ik vroeg, drink je mee, dat vond je heel oké. Edje Ska, u hebt het publiek laaiend enthousiast gekregen. Wat is uw eerste reactie? Het was de max, hè. Brugge, thuismatch, men ons geamuseerd, dus men alles gegeven. Het was de max, tof. Zoals ieder jaar, hè. U komt elk jaar naar hier? Ik denk dat het de zesde of de zevende keer is bijna zeker dat ik hier op het podium sta en met Vlaanderen zingt. Het is iedere keer fantastisch. Wat is de succesformule dan? Alles geven. Alles geven. De hits spelen, de mensen willen. De hits, meer kun je daar niet aan toevoegen. Hij zelf smijt en de mensen zien dat. Hè. U zegt zelf, het is een thuismatch. U bent van Brugge. Dus het is heel speciaal voor u om hier op te treden. Dat is altijd speciaal. Thuisspelen is altijd speciaal. Want u wordt ook kritischer bekeken, hè, als je thuis speelt. Maar dat is altijd tof. Het is een gezonde zenuwen eigenlijk. Dat je hebt in die dag, voor dat leef je naartoe. Dat is iets speciaals. Dat en de Stadsschouwburg is ieder jaar zo van, yes, daar gaan we naartoe. Dus wat mogen we nog verwachten in de toekomst dan van u? Veel zotte dingen, echt veel zotte dingen. Blijven doorgaan, blijven ieder jaar een nieuw programma, ieder jaar een nieuwe show. En blijven gaan, ambiance.
ja, niet stoppen. Ik wil, mamaseren ons te platter. En het volk amuseert zich ook, dus waarom zouden we moeten stoppen? Het is blijkbaar een rustige avond. Of zijn er al incidenten geweest? Ja, er zijn inderdaad al wat incidenten geweest. Niets wat wij niet aankunnen. Onze eigen ziekenwagen is één keer moeten naar het ziekenhuis rijden. We hebben ook één keer moeten de 112 oproepen die de mug ook heeft opgeroepen. En er zijn dus twee slachtoffers in het ziekenhuis. En wat was de aanleiding? Goh, het warme weer en onderliggende aandoeningen. En voor de rest hebben we ook nogal wat blaren gehad, insectensteken gehad en wat kleine wondjes. Meer dan vorige jaren of minder? Goh, iets meer dan vorige jaren. En hoe komt dat? Omdat het dit jaar wat meer volk is, omdat het mooier weer is. Hoofdcommissaris De Jonge, hoe zijn de Brugse tripeldagen verlopen? Voor het ogenblik zijn die zeer rustig verlopen. Dus zondag, maandag en vandaag zijn er eigenlijk geen incidenten geweest. Dus alhoewel dat het prachtig weer is en drankverbruik er ook wel een beetje naartoe zal zijn, moet ik eerlijk zijn dat het zeer rustig en zeer goed verlopen is. Het is een heel grote organisatie. Kun je dat een beetje vergelijken met een voetbalwedstrijd? Ik moet eerlijk zijn, het is anders. In een voetbalwedstrijd heb je inderdaad veel bewegingen van politiemensen, pelotons. Maar hier heb je eigenlijk de zaak tamelijk goed in handen. Ik moet eerlijk zijn dat het is een heel beperkte oppervlakte en het is een zeer haalbare kaart. Terwijl dat je hier ook geen tegenstanders hebt. Terwijl in het voetbal heb je bezoekende supporters en thuissupporters. En dat kan soms een keer tot moeilijkheden leiden. De stad zo rond, de stad zo rond. De jongens van de honden in de hondenhok. De hele buurt dans met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Ze kan het niet laten, ze springt op de tafel. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ze kan het niet laten, ze springt op de tafel. En daar gaat ze. Ze zegt, weet je wat het is, babe? Ik voel me sexy als ik dans. Ruben, wat vindt u van de sfeer hier? Wel, het is een Brugse sfeer, hè? Een nationale feestdagsfeer ook. Met de vlag die wappert op het Belfort, l'Union fait la force. Dus we zijn hier met 13.000, heb ik net gehoord. Dat is de moeite. Dus in welke hoedanigheid ben je hier dan? Wel, ik ben hier in hoedanigheid van mensenkijker. Mensenkijker. Dus ik ben niet, gewoon mensenkijker. Ik geniet ervan, ja. Heb je een meezinger die jou het meest aan het hart ligt? Zij gelooft in mij van André Hazes, want daar heb ik in de tijd de meesterverkiezing mee gewonnen. Oh, ik zou zeggen, hou van mij. En dat zing je uit volle borst mee dan? Ik zing dat uit volle borst mee. Wij zijn fervente fans van André Hazes. Nico Blondrok van Radio 2. Ik zie een tevreden man over mij. Je ziet een bijzonder tevreden man. Het was een fantastische avond. Het was een fantastische driedaagse. Maar wat we hier vanavond weer in Brugge hebben meegemaakt, ik ben mijn stem bijna een beetje kwijt zelfs. Wat we hier in Brugge hebben meegemaakt met die Vlaanderen zing, dat is ongelooflijk, hè. Fantastisch. 13.000, 14.000 mensen die uit volle borst meezingen. Geen problemen, alleen maar leute ambiance. Fantastisch. Een volgende editie? Oudjaarsavond op het zand. De wissel van oud naar nieuw. Of volgende zomer hier op de Martin Brugge.